Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet. Welkom Matthias. Dankjewel Marlies. Nou, ik denk dat heel veel mensen weer reikhalzend uitkijken naar dit gesprek. Je bent inmiddels een beetje een soort star hier geworden. Ons vorige gesprek, een jaar geleden. Nou, het is niet vorig, want we hebben elkaar nog wel een paar keer gesproken. Maar als eerste gesprek... Het was bijna exact een jaar geleden. Ja, 200.000 views. Mm-hmm. Je bent nu bezig met een boek. Ja, dat klopt. Ja. Daar hadden we het de vorige keer over, daar wilde je aan beginnen. Dat is nu echt wat je aan het schrijven bent. De cover is ontworpen op dit moment. Kijk. Nou, en ik voel me vereerd. En het boek is ook al een groot stuk geschreven. Dat, ja, precies. Dat ook, ja. Ja, en we hadden contact over dat ik zei, ik zou toch graag nog een deel van het boek ook hier alvast een preview willen. Nou, die heb je mij gegund. Dank daarvoor. Ja. En we gaan het dus nu hebben over massavorming en complotdenken. Ja, inderdaad. En massavorming, daar hebben we al een paar uitzendingen over gemaakt, maar misschien toch goed om het straks nog heel even te herhalen. Ja. Maar we gaan dus massavorming en complotdenken... Ja, inderdaad. Ik denk dat die twee zaken zijn op een bepaalde manier aan elkaar verbonden. Je ziet dat ook historisch trouwens. De massavorming is gedurende de 19e eeuw vooral sterk in intensiteit en kracht toegenomen. En eigenlijk zag je parallel daarmee de opgang van het sterker en sterker beginnen denken in termen van complotten bij een bepaalde groep mensen. Bijvoorbeeld de protocollen van de wijzen van Sion waren zo een voorbeeld van een theorie die... stelde dat er een aantal, dat er een soort Joodse schaduwregering bestond, die de wereld vanuit het duister bestuurde. Dat was een theorie die opgang maakte, ik dacht eind 19e eeuw en doorheen de 20e eeuw. Dat is één voorbeeldje, maar je ziet inderdaad hoe het sterk maatschappelijke fenomenen interpreteren in termen van intentionele, kwaadaardige, geheime plannen, eigenlijk een fenomeen is dat inderdaad opgang gemaakt heeft, parallel met de opkomst van het fenomeen massavorming. Dus twee zijn aan elkaar gelinkt, op een of andere manier. Maar iedereen die momenteel niet het normale paradigma volgt, zeg maar, van de overheid, wordt gezien als een complotdenker. Dus misschien toch even wat jij dan bedoelt met complotdenken, voordat... Ja. Zeer zeker. Want waar heeft Matthias het nu over? Ja, dat klopt. Want de term complotdenken wordt nu zeer stigmatiserend gebruikt en ook veel te breed. Hè. Quasi alles wat... Er was een Franse journalist, dacht ik, die zei... complotdenken betekent dat hij het... als iedereen die het niet eens is, maar het dominante verhaal een complotdenker is, dan ben ik met plezier een complotdenker, zeg. En inderdaad, wat je ziet is dat wat aangeduid wordt met complotdenken nu eigenlijk varieert van elke theorie die een soort machtsstructuren beschrijft, bijvoorbeeld, die aanwezig zijn in het bankenwezen, in de industrie, in de mediawereld, in de farmaceutische industrie, wordt al als complotdenken beschouwd, bijvoorbeeld. Hè. Dus terwijl dat vaak eigenlijk niet waar is, terwijl dat vaak strikt genomen niet de structuur van een complottheorie vertoont. Een complot, letterlijk genomen, is een geheim, intentioneel, planmatig, kwaadaardig opzet. Hè. Die kenmerken moeten aanwezig zijn om echt over een complot te spreken. En veel van de theorieën die nu aangeduid worden als complottheorieën, zijn het eigenlijk niet. Maar dus inderdaad, je ziet daar een zeer breed scala van denkvormen en theorieën die onder die noemer vallen. De opgenoemde dingen, een soort beschrijving van machtsstructuren. Dan inderdaad theorieën die stellen dat de wereld geleid wordt door een soort schaduwregering die uit het duister regeert. Of een soort kleine groep zeer machtige mensen die vanuit het duister alles sturen. Die worden bijvoorbeeld soms aangeduid als de Illuminati. Tot de meer exotische theorieën, die geloven of die stellen dat de elite die de wereld regeert van buitenaards DNA heeft, of dat die mensen een soort reptielen zijn. Dus je ziet een enorm breed scala van theorieën die, laat ons zeggen, in wezen soms redelijk dicht aansluiten bij het hangbare denken, tot de zeer exotische theorieën. Die vallen allemaal onder die worden allemaal aangeduid met de noemer complotdenken. En ik denk dat mij interesseert is eigenlijk, of waarover ik het eigenlijk wil hebben, gaat niet zozeer of complottheorieën nu waar zijn of niet, maar het gaat vooral over de psychologische functie die ze vervallen. Eigenlijk op dezelfde manier als
de theorie die ik hier gebracht heb over massavorming eigenlijk ook geen uitspraak doet of het virus nu al dan niet zeer erg is. Het gaat over de psychologische functie die het verhaal over het virus vervalt. En net op dezelfde manier wil ik iets zeggen over de psychologische functie van het denken in termen van complotten. Ja, want dat is ook jouw beroep, hè? Je bent klinisch psycholoog voor de mensen die jou voor het eerst nu zien. Dus we gaan het vanuit die kant benaderen. Klopt. Ja, inderdaad. En dan zie je denk ik inderdaad dat we die twee zaken, massavorming en complotdenken, op psychologisch vlak niet los van elkaar kunnen zien. En ik denk dat het daarom goed is om beknopt nog eens te zeggen wat die massavorming precies inhoudt, om van daaruit dan de stap te kunnen zetten naar dat complotdenken. Dus, laten we dat doen. Ja, massavorming eigenlijk in wezen is een soort groepsvorming die onder andere leidt tot een zeer sterk verengd aandachtsveld en die ontstaat onder zeer typische omstandigheden. Die zijn 1. Achteruitgang of verzwakking van de sociale band in een maatschappij. Dus als veel mensen zich sociaal geïsoleerd voelen, dan is dat typisch iets dat massavorming faciliteert, bespoedigt. Daarnaast gebrek aan zinverlening in een maatschappij. Je ziet dat nu zeer sterk. Je ziet dat er meer dan 50% van de mensen vinden dat hun job geen zin heeft. Of je zag dat bijvoorbeeld vlak voor de coronacrisis. Dan veel wat psychologen soms vrij vlottende angst noemen. Angst die aan geen enkele voorstelling gebonden is. Dus angst die rondzweeft in het psychisme zonder dat men weet waarvoor men bang is. En die zeer moeilijk controleerbaar en dus ook zeer pijnlijk is voor een mens. En dan veel vrij zwevende frustratie en agressie. Als die vier zaken aanwezig zijn, gebrek aan sociale band, gebrek aan zinverlening, veel vrij zwevende angst en ander psychisch onbehagen, ook dat was zeer duidelijk aanwezig. Ja, dat zie je ook wat je toen al zei, groot gebruik van antidepressiva bijvoorbeeld, 300 miljoen dosissen per jaar in een land als België, dat is gigantisch. En dan veel vrij zwevende frustratie en agressie. Als die vier voorwaarden aanwezig zijn en er wordt in de media een verhaal verspreid dat een object van angst aanduidt, en meteen ook een strategie levert om met dat object om te gaan, dan is er een grote kans dat al die vrij zwevende angst zich koppelt aan dat object en dat er een enorm draagvlak ontstaat om mee te gaan in de strategie om dat object te bestrijden. En dus, als er in de media een verhaal verspreid wordt over een virus en er wordt gezegd dat we moeten in lockdown gaan enzovoort enzovoorts, dan zal in een maatschappij waar er veel vrij zwevende angst is, de kans redelijk groot zijn dat mensen al die vrij zwevende angst in een poging om die te controleren koppelen aan het object en meteen ook erg veel bereidheid tonen om in de strategie mee te gaan die in het verhaal aangeduid wordt als effectief zijnde tegen het object van de angst. En dan ontstaat er nog een fenomeen. Doordat veel mensen dat samen doen, ontstaat er een soort nieuwe sociale band. Dus er ontstaat een soort heroïsche strijd tegen dat object. Een nieuwe sociale band, een zeer sterke verbondenheid. Met andere woorden, er rijst een massa op. Maar ook een zingeving, toch? En een vorm van zinvereniging. Want het wordt inderdaad, de strijd tegen het virus wordt iets dat zin geeft aan het leven, inderdaad. En terzelfde tijd zie je nog iets die al die vrij zwevende frustratie en agressie kan gericht worden op een nieuwe gemeenschappelijke vijand. Aan de ene kant het virus, aan de andere kant ook iedereen die niet meegaat in de massavorming, de antivaxer bijvoorbeeld. Dus dat was natuurlijk pas later, hè? Want in het begin was het vaccin er nog niet. Dus een jaar geleden noemden we dat nog anders. Dat proces evolueerde. Ja. Ja. En je ziet, dat is iets zeer vreemds. Dus de reden waarom mensen in zo'n verhaal meegaan, is niet omdat dat verhaal accuraat of correct is. De reden waarom ze in dat verhaal meegaan, is omdat het tot die nieuwe solidariteit leidt. Dus mensen schakelen over in zo'n proces van zeer sociaal geïsoleerd naar uitermate sociaal geconnecteerd. En dat is een soort sterke connectie die in de massa bestaat. En dat is de reden waarom men in het verhaal meegaat. Met andere woorden, het verhaal mag zeer absurd zijn. De maatregelen mogen in veel opzichten onverstandig of zelfs onlogisch, irrationeel zijn. Men gaat toch blijven meegaan in die maatregelen. Er gaat toch een draagvlak blijven voor die maatregelen, puur en alleen omdat ze tot die nieuwe solidariteit leiden. Maar is dat een soort rite? Dat het dan eigenlijk juist een offer exact. brengt dus en dat het daarom eigenlijk nog meer verbindt. Hè? We hebben nu allemaal een offer gebracht, we moeten binnen blijven. Absoluut. Dat geeft ook weer dat verbinden. Exact. Ik zou het zelf niet beter kunnen benoemen. De maatregelen krijgen op psychologisch vlak de functie van een ritueel. Een ritueel gedrag. En wat is een ritueel gedrag? Een ritueel gedrag is een gedrag dat men stelt
Niet omdat het een praktisch nut heeft, maar omdat het individu via dat gedrag toont dat het trouw is, behoort tot een bepaalde groep. Met andere woorden... The tribe. Een stam. In een stam werd ritueel gedrag gesteld, maar ook in de moderne samenlevingen. Maar we noemen het niet meer zo. Maar met andere woorden, een gedrag dat volledig vrij is van praktisch nut en dat een opoffering vraagt van het individu, is uitermate geschikt als ritueel. En dat is precies wat de maatregelen in veel opzichten zijn. Zelfs de experten zeiden het soms op tv, mondmaskers dragen, sluiten van de horeca, dat zijn twee concrete voorbeelden, zijn primair symbolische maatregelen. En inderdaad, het zijn een soort rituele maatregelen, die niet als dusdanig erkend worden, waarvan men beweert dat ze wel een praktisch nut hebben, in de meeste gevallen. En dus, met andere woorden, het is niet omdat de maatregelen absurd zijn, dat is de denkfout die we vaak maken. We denken, ja, het is nu toch wel duidelijk dat maatregel X en Y absurd is. Dus meer en meer mensen zullen beginnen beseffen dat die maatregelen eigenlijk onlogisch of irrationeel zijn. Nee. Het verbindt juist sterker. Er gaat binnen een bepaalde groep, die groep is niet zo groot, hoor. Meestal is dat maar 30%, gaat er zelfs nog een groter draagvlak ontstaan. Omdat men precies, omdat de maatregelen door die kenmerken nog beter de functie vervullen van een ritueel dat verbondenheid creëert. Dat is ook wat je hoort, denk ik, vaak. Wie de maatregelen niet volgt, gaat eigenlijk primair vaak verweten worden van niet solidair te zijn of van geen burgerzin te vertonen. Dat verraadt iets dat de onbewuste beweegredenen gegrond zijn in het creëren van die nieuwe solidariteit. Voor een mens is dat gigantisch belangrijk. En die switch van sociaal isolement, sociale geatomiseerdheid noemt Hannah Arendt dat, naar maximale verbondenheid zorgt bij een mens voor een soort roes. Voor een soort roes die zeer vergelijkbaar is met hypnose. En die dus inderdaad ervoor zorgt dat men bereid is om zeer absurde dingen te doen. In Engeland was een onderzoek gedaan dat 1 op de 5 wil een eeuwige lockdown. Ja, dat kan ik eigenlijk... Dat past, vind ik, helemaal in dit verhaal. Dat kan ik ook wel geloven. Dus de lockdown bevrijdt ook van veel verplichtingen in het leven, van de last van het leven, hè, in veel opzichten. Dat was mij trouwens al zeer snel opgevallen. Dat veel mensen zegden dat het toch wel erg was, de situatie, maar terzelfde tijd dat de rat race toch wel eens stopte. Dat men eens tot rust kwam. Hè. Ik heb dat trouwens ook ervaren. Hè. De wereld viel even stil, de drukte viel even weg. De druk die je zelf voelde, hield even op. Hè. Dus inderdaad, dat is zeker ook iets, een kenmerk van, een psychologisch kenmerk dat we over het hoofd zien. Maar dat is dus even een recap op massavorming. Ja. En als we dat dan nu complot denken, omdat je zegt dat is verbonden aan elkaar. Ik gebruik die term niet graag, complot denken, omdat hij als stigma gebruikt wordt. Maar inderdaad, denken in termen van complotten. Heb jij een nieuw idee daarover? Ik zeg het denken in termen van complotten, omdat ik weet dat dat al op een of andere manier een verschil maakt. Als je niet dat stigmatiserende woord gebruikt. Maar inderdaad, dus je hebt een groep die meegaat die ten prooi valt aan massavorming. We moeten dat niet altijd zo negatief zien. Die graag die nieuwe band creëert, dus die dus in die massa opgenomen wordt, die effecten ondergaat, die is meestal maar 30%. En er is een groep van ongeveer 40% die meegaat met de massa. En dus de totale groep die meegaat in de maatregelen is 40%, maar de psychische toestand van die groep varieert dus. Er is een groep die echt onder hypnose is, zou je kunnen zeggen, die helemaal meegaat in dat verhaal, en dan een groep die eigenlijk eerder gewoon onder sociale druk meegaat. Nu, maar er is dus ook een groep die verbluft toekijkt en die zegt, die inderdaad de absurditeit van sommige maatregelen ziet, en die verbluft toekijkt en zegt van, maar wat gebeurt er hier? En ziet inderdaad hoe eerst de cijfers die gerapporteerd worden omtrent de ziekenhuisopnames, de besmettingen, de doden, toch wel meestal overdreven waren of overschattingen waren, die vervolgens... Vaak met een factor 10. Ja, het was vaak zeer groot. Op zijn minst waren er andere tellingen mogelijk die tot veel geringere aantallen besmettingen en zo leiden. Hè. Die dan ook constateert dat de initiële modellen op basis waarvan de maatregelen genomen werden, hè, in het bijzonder misschien de modellen van Imperial College, dat die na een aantal maanden effectief ook zeer zware overschattingen bleken gegenereerd te hebben van de mortaliteit van het virus. Dat was eigenlijk tegen eind mei 2020 met quasi zekerheid vast te stellen.
Die dan ziet hoe er een vaccin, beweerd wordt van een vaccin dat het 98% effectief is, om een paar maanden later te horen dat er een nieuwe variant opgedoken is, waardoor het weer minder effectief is. Wat de vaccinatiestrategie dan weer eindeloos lijkt te verlengen. Die constateert dat men eerst zegt dat we nooit een pasjesmaatschappij gaan worden. Dat politici vaak zeggen dat we nooit een pasjesmaatschappij gaan worden. En die vervolgens moet constateren dat de coronapas toch wordt ingevoerd. Ja, en in België zelfs al gezegd voor een soort band. Ja, inderdaad. Er is een minister die inderdaad liet vallen dat een logische volgende stap na het coronapaspoort een soort elektronische armband is. Dat klopt, ja. En dat inderdaad... Hebben het hier nog over gekleurde evenementbandjes. Ja, maar dat is dan toch weer nog een stap verder. Een flinke stap verder. En je ziet natuurlijk, je voelt dat gans dat proces, aan de ene kant draagt het iets absurds in zich. Maar aan de andere kant zie je dat het wel consequent in een bepaalde richting gaat naar een maatschappij die steeds meer gecontroleerd wordt. Een soort hypergecontroleerde technomaatschappij. Waarover Yuval Novak Harari onder andere soms spreekt. Hè, waar van hij zegt Homo sapiens. Van Homo sapiens en zo. En waar hij bijvoorbeeld zegt dat we naar een toekomst gaan, misschien zelfs een niet zo een redelijk nabije toekomst, waarin via alle soorten onderhuidse sensoren gemeten zal worden of er geen indicaties zijn dat je een bepaalde ziekte aan het ontwikkelen bent, maar waarmee men ook kan inschatten welke emoties je eventueel voelt. Hè. Ik denk dat... Nou, Elon Musk is daar gewoon serieus mee bezig. Elon Musk is daarmee bezig, ja. Tot nu toe, alles wat hij aanraakt, lukt. Ja. En hij heeft ook al... Muziek kan je luisteren zonder een koptelefoon. Ja. Dus dat... Ik denk niet zozeer dat het... Dat het monitoren en het opmeten van emoties en zo. Het zou me sterk verwonderen als dat technologisch echt goed zou werken, hoor. Maar ik vrees wel dat die tendens naar dat soort maatschappij... Zal leiden tot een zeer sterk ingeperkte vrijheid. Dat zal zeker het geval zijn, denk ik. En dat wordt bijvoorbeeld ook op websites zoals deze van het World Economic Forum, vind je ook publicaties die er ook van uitgaan dat we binnen x aantal jaar, ook niet zo lang hoor, 5 à 10 jaar, inderdaad allemaal, dat er een zogenaamd internet of bodies gaat ontstaan. Dat lichamen allemaal met sensoren gaan voorzien zijn, onderhuidse sensoren of sensoren die in het bloed circuleren. Waardoor ze allemaal getracked en getraced kunnen worden via internet bijvoorbeeld, of via technologie. Dat is eigenlijk inderdaad de transhumanistische ideologie die ophang maakt. En dat is inderdaad iets wat die groep die niet opgenomen worden in massavorming, ziet de absurditeit van de maatregelen, ziet hoe die tendens naar een steeds sterker gecontroleerde maatschappij zich installeert, ziet ook hoe ze zelf publieke vijand nummer 1 worden, soms letterlijk. Een man die zich... In Australië niet in quarantaine wilde na een positieve PCR-test, werd werkelijk als vijand van de staat letterlijk bestempeld en opgespoord door het leger, dacht ik. Het zou kunnen de politie zijn. In Australië hebben ze ook echt kampen nu, hè? Dus waar jij van sprak een jaar geleden. Ja. Jij had het daar toen over in de uitzending. Had jij over de kampementen. Ik weet nog dat ik daarna met Ad Verbrugge erover had van, zei die dat nou echt? In Australië zijn die er nu. Ja. Ik heb dat niet goed gecheckt, maar dat zou kunnen inderdaad. Ik heb het ook al gehoord, dat die kampen in Australië er effectief zijn. Maar ik inderdaad een jaar geleden had ik het gevoel met zekerheid te weten van dit is een proces van totalitarisering in opkomst. Hè. Dit is nog geen totalitair regime, maar het totalitaire denken sluipt er echt in. En het punt is dat in zo'n denken er nergens mechanismen zijn of argumenten te vinden zijn om niet naar die kampen over te gaan. Want ja, uiteindelijk is dat toch veiliger, die kampen. Je gaat toch besmettingen en doden besparen. Waarom zouden we dat niet doen? Binnen dat soort denken vind je daar eigenlijk geen argumenten voor om dat niet te doen. Een virologe in België, ook dat liet ze in de krant noteren, dat er op heden nog geen draagvlak genoeg was om mensen te isoleren in speciale instellingen die besmet waren. Met andere woorden, als het sociale draagvlak er wel zou zijn, dan zou dat een logische volgende stap zijn. En dus... Je ziet inderdaad dat er iets gevaarlijks zit. Dat is ook de reden waarom ik een jaar geleden in dat eerste interview over massavorming ook gezegd heb, je zal zien dat de maatregelen niet stoppen met de vaccinatiecampagne. Dat leek mij uit de dynamiek die ik zag opreizen,
uit de analyse van die dynamiek heel logisch. Nu, ja, daar ben ik dus verbaasd dat jij nu over dat complot denken. Dus laten we daarop doorgaan. Ja, want die dynamiek, ik denk, je kan die dynamiek op veel manieren beschouwen natuurlijk. Maar inderdaad, dus er is die groep die niet meedoet, die absurditeit ziet, die voelt hoe alles in de richting van een hypergecontroleerde maatschappij gaat, die zelf als publieke vijand nummer 1 beschouwd wordt en die ziet dat alle fouten die gemaakt worden, alle absurditeiten, stevast in dezelfde richting gemaakt worden en door een grote groep mensen, door artsen, academici, politici, de media, die allemaal die foutieve berichtgeving pushen. En die dus toekijkt, die ook op zijn manier door angst vervuld wordt, die groep ook aan niets kan toeschrijven, maar dat is een vaag, diffuus proces. Men begrijpt het niet, men voelt zich bedreigd en men heeft een enorme nood aan een eenvoudig denkschema dat de zaak kan verklaren. En die de angst ook daar, net zoals bij de massavorming, aan een object kan linken. En het eenvoudigste denkschema, als je die zaken samenlegt, is inderdaad al die zaken die in dezelfde richting gebeuren, dat duidt erop dat er met rigorositeit een plan wordt uitgevoerd, een heel gecoördineerd plan, die al die mensen aanstuurt en een soort in een bepaalde richting drijft, waardoor we allemaal in een soort openluchtgevangenis gaan terechtkomen die hypergecontroleerd wordt. Dat is bijvoorbeeld de Great Reset wordt gedacht. Hè? Dus een Bill Gates wordt vaak genoemd. Ja. Er zijn zo'n aantal zaken die altijd vermeld worden als bewijzen dat er inderdaad zo'n plan aan uitgevoerd wordt. Hè? Misschien moeten we daar straks nog... Okay. Ik was sowieso van plan om daar nog iets over te zeggen, maar misschien eerst nog... Dus dat is inderdaad het meest logische. En je ziet inderdaad dat het denken in die richting inderdaad die functie vervult. Er is een groep die kwaadaardig en kwaadwillig planmatig de zaken aanstuurt, terwijl alle angst kan gekoppeld worden aan die groep. En meteen alle woede die in die situatie opreist, om wat er de mensen nagedaan wordt, kan zich op iets richten, kan verantwoord worden, gerechtvaardigd worden. En kan zich op die groep, die veronderstelde groep richten, die gans dit plan opzet. Dus je hebt dat dan ook op die manier legt men de schuld voor de problematische toestand ook volledig buiten zichzelf. Je ziet dus het aannemen van zo'n hypothese, van zo'n verhaal, van zo'n construct, een theorie, dat die inderdaad in één beweging op psychologisch vlak voor een enorme herorganisatie zorgt en alle loszwevende affecten koppelt aan een beperkt aantal voorstellingen. En ik vind... Ja, bedoel je dan eigenlijk dat als je zo denkt, dat je dan ook van als dit zo gedacht wordt, dan moet dat ook wel niet kloppen en dan moet dat ook wel niet kloppen. Ja. En dat je hem dan eigenlijk zo ridiculiseert of net zo allesomvattend maakt als massavorming. Wel, er gebeurt ook een enorme verenging van het aandachtsveld. Alles, het enige dat nog belangrijk lijkt, de ultieme oorzaak van alles wordt in één punt gelokaliseerd. En dat is zo aantrekkelijk voor een mens, dat hij met een eenvoudige theorie gans zijn emotionele leven een stuk kan in banen leiden. Je voelt, vind ik, als ik mijzelf zo soms eens probeer over te geven aan zo'n denken, voel je hoe aantrekkelijk het is. Het is als een magnetisch zuigt. Inderdaad, dat zou alles verklaren op een eenvoudige manier. Een patiënte van mij zei trouwens een 14-tal dagen geleden ook zoiets tijdens een therapie. Ze had met iemand gebabbeld, een vriend van haar, die haar probeerde te overtuigen dat haar chronische pijn veroorzaakt werd door chemtrails. Hè, door de chemische stoffen die uit vliegtuigen zouden gesproeid worden. En ze zei, ik ben niet geneigd om zo te denken, maar ze zei het zo verdorie wel, eigenlijk wel prettig en gemakkelijk zijn, zei ze. Hans, u ziek zijn, alles dat misgaat in de wereld wordt plots toegeschreven aan één centrale kwaadaardige instantie. En inderdaad, je voelt dat iets aantrekkelijk heeft. Alles wordt in één keer gecontroleerd, geprojecteerd, alle verantwoordelijkheid wordt in één punt gelegd. Alle frustratie die ieder mens in het leven voelt, kan volledig toegeschreven worden aan een externe instantie. Je moet jezelf daar niet meer verantwoordelijk voor voelen. Enzovoort enzovoort. Dus iets in dat alles reduceren tot één kwaadaardige instantie die de ganse bevolking bedriegt, heeft een grote psychologische aantrekkelijkheid om die reden. Dus, maar terzelfde tijd... Eist dat soort denken natuurlijk ook een serieuze tol. Hè? Dus
Aan de ene kant heeft het ook de neiging om steeds absurder te worden. En heeft dat... ja, dus het is alsof de maatschappij in twee groepen verdeeld wordt. Een groep die alles aanneemt dat er in de publieke ruimte gezegd wordt, dat het dominante verhaal beweert. En dat is de massa die kritiekloos meegaat in alle aspecten van het dominante verhaal, zelfs als het absurd wordt. Maar daarnaast heb je het complotdenken dat vaak als voornaamste principe lijkt te hanteren dat wat het dominante verhaal zegt, moet verkeerd zijn. In die mate dat het mij ook opvalt dat er meer en meer mensen zijn die bijvoorbeeld gaan, ja, toch geloven dat als... enfin, dat de aarde plat is bijvoorbeeld. Dus bij mij lijkt de voornaamste motivatie, ik kan erin verkeerd zijn, te zijn dat als het dominante verhaal zegt dat de aarde rond is, dan moet ze plat zijn. Het is alsof men dat het wantrouwen in de overheid en in het dominante verhaal zo groot is geworden dat het bijna een waarheidscriterium wordt wat het dominante verhaal zegt, moet verkeerd zijn. Ik ga daar misschien wat kort door de bocht. Eigenlijk, ik heb niet de bedoeling om nog eens om echt hier puur te gaan proberen beslissen welke theorieën er waar zijn of niet. Ik wil het vooral uit psychologisch oogpunt bekijken, maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat het wantrouwen in veel opzichten zo sterk wordt dat het inderdaad dat bepaalde mensen verkiezen om altijd het omgekeerde te zeggen van wat het dominante verhaal zegt. Nu, dat is één consequentie, dat ook dat soort denken de neiging heeft om in een bepaalde absurditeit te vervallen. Ook dat het ook de neiging heeft om een bepaalde groep sterk te ontmenselijken. En dus de massa richt zich tegen, ontmenselijkt vaak, degenen die niet meegaan in de massavorming. Bijvoorbeeld degenen die aangeduid worden als antivaxxers. Vandaag nog gelezen, arts uit het Brusselse, die zei, antivaxxers moeten niet meer opgenomen worden in een ziekenhuis. Onwaarschijnlijk. Ja, maar dat is nu al best heel geaccepteerd. Ja. Binnen die logica van dat dominante verhaal is dat iets dat op een bepaalde manier logisch is. Dat voor de hand liggend is. Maar ook bij mensen die sterk geneigd zijn om in termen van complotten te denken, vind je vaak zoiets. De elite wordt bijvoorbeeld ook vaak... Er wordt verondersteld dat er een bepaalde elite is. En ook die wordt zeer sterk ontmenselijkt. Die worden niet meer gezien als mensen, soms letterlijk. Ze worden soms letterlijk als reptielen gezien, als wezens met een buitenaards DNA, enzovoort. En ook daar zie je, de ontmenselijking van een bepaalde groep. En ook wel de destructiviteit die ook daarop reist van die groep, moet uitgeschakeld worden. En dan zullen alle problemen opgelost zijn. Ik kan u garanderen dat dat niet waar is. Dus niet alle problemen... Maar we zagen natuurlijk ook na 9-11. Hè? Dus dat was natuurlijk ook... Toen werd er ook een dominant verhaal geschetst. Ja. En we zitten nu... We zijn net vertrokken daaruit als Afghanistan. Dat is het 20 jaar later. Ja. We moesten allemaal geloven dat daar de wapens lagen. Inderdaad. En dat was ook een heel dominant verhaal, wat ook door de pers heel erg ondersteund werd. Hmm. Ja, dus dan zeg jij van, dus ook al zie je van hier gaat iets heel vreemds, is hier aan de hand, zorg dat je niet zelf hetzelfde doet. En... Ja, inderdaad, ja, dat denk ik. Hè. Je moet wel... Want wanneer ben je kritisch dan? Ja. Wanneer ben je kritisch en wanneer verval je in hetzelfde? Ja, inderdaad, die middenweg moet je dus zien. Ik denk dat het inderdaad een kwestie is dat je kritische afstand kan nemen van het dominante verhaal. En inderdaad, zoals je zegt, we zien eigenlijk bij elk nieuw object van angst dat oprijst in de maatschappij, terrorisme, klimaatcrisis en nu het virus, zie je hoe dat proces een sprong voorwaarts neemt. Dat proces van de stap naar een hypercontrole in de maatschappij. Er wordt telkens een object van angst aangeduid, die angst koppelt zich daaraan. Je hebt de vorming van een bepaalde massa, er wordt een gemeenschappelijke vijand gecreëerd en ook onmiddellijk een aantal mensen die niet meedoen en die vaak inderdaad geneigd zijn om in termen van complotten na te denken over de toestand. We zien dat bij elk van de nieuwe objecten van angst die oprijzen, we zien dat is een proces dat zich versneld verder zet en dat met de coronacrisis denk ik voor het eerst echt wereldwijd geworden is. Een wereldwijde fenomeen van massavorming. Maar verwachten wij als massa eigenlijk ook niet zoiets geruststellends? Dus dat de massa het eigenlijk zelf ook vraagt? Geef ons zo'n overzichtelijk antwoord. Natuurlijk, dat is een van de redenen denk ik waarom een van de problemen
dat het denken in termen van complotten kenmerkt, is dat men alle problemen bij die elite legt, die zogezegd iedereen zou bedriegen. Maar die vraag, de elite is gevormd door de bevolking. Door de massa. En natuurlijk, en er is een enorme vraag onder de bevolking naar controle, naar zekerheid die altijd illusoir is, naar vermijden van alle ziekte en lijden, wat ook illusoir is. Dus die vraag leeft in de massa. En in zekere zin zijn elite en bevolking een afspiegeling van elkaar. De bevolking creëert zelf haar elite in veel opzichten. Dat denk ik ook. Ja. Nu, aan dat denken in termen van complotten is nog iets typisch verbonden. Dus er zijn gelijkenissen met massavorming, maar er zijn psychologisch ook duidelijke verschillen. Bijvoorbeeld, massavorming leidt meestal tot een remming van het logisch denken. Bij complotdenken zie je dat niet. Je ziet, complotdenken is meestal een flitsend snel logisch denken. Dat zeer snelle logische verbindingen legt, soms absurd, soms minder absurd. Dus die interne logica is meestal redelijk sterk uitgebouwd. Je kan er vaak nauwelijks een spel tussen krijgen van op zich is die logica sterk, maar je ziet dat soort denken de neiging heeft om los te komen van het object waarover het gaat. Met andere woorden, men zoekt vaak niet meer om de eigen theorie af te toetsen aan de realiteit, zou je kunnen zeggen. En dat is mijn ervaring, op dat zodra je dat begint te doen, dat je dan eigenlijk vaak zeer direct ziet en voelt dat er iets niet klopt in de complottheorie. En bijvoorbeeld, er zijn veel mensen die... Ik ga eens een voorbeeld geven. Dus op een bepaald moment was er iemand die mij zei, en ik over mij persoonlijk, net zoals iedereen denk ik die coronacritisch is en enige bekendheid krijgt, werd ik er ook soms van verdacht van zogenaamde controlled opposition te zijn. En ik vroeg aan iemand die dat op de sociale media verspreidde, ik vroeg van, maar waarom denk je dat? Hè? Waarom denk je dat ik inderdaad dus op een verborgen manier aan de kant van de overheid sta? En die man zei, waarom zou jij anders de enige zijn, zei hij, aan de Universiteit van Gent, die mag spreken? En ik zei van, maar iedereen mag spreken. Dus dat is typisch, men heeft het gevoel dat universiteiten bijvoorbeeld hun personeel verbieden om te spreken, maar dat is niet waar. Hè. De meeste mensen zwijgen ofwel omdat ze meegaan in dat massadenken, of omdat ze meegaan in het dominante verhaal, laat het mij zo noemen, ofwel omdat ze anders denken, maar het niet zien zitten om hun nek uit te steken, om het risico uit te steken. Inderdaad, het zijn dynamieken die werkzaam zijn, groepsdynamieken, die zorgen dat de meeste mensen gewoon verkiezen om te zwijgen. En inderdaad, ik ben wel eens aangesproken dat ik misschien op bepaalde punten wat voorzichtiger moest zijn of zoiets, maar niemand heeft mij ooit verboden om te spreken aan de Universiteit van Gent. En volgens mij is er hoegenaamd niemand aan de Universiteit van Gent die verboden werd om te spreken. En ook niet aan de meeste andere universiteiten, denk ik. Hè. Er zijn, dat is één voorbeeld, maar ook nog andere. Dus onlangs sprak ik met een... vlak voor de zomer sprak ik met een statisticus, een biostatisticus, een man met ervaring. Het was eigenlijk... We zaten in een bepaalde vergadering met onderzoekers die allemaal bezig waren rond de coronacrisis. En er zaten een aantal statistici en op een bepaald moment zegt één van hen, de besmettingen zijn weer aan het stijgen. Het was in de maand juli, dacht ik. En ik zei, ja, maar ja, heb je gecontroleerd voor het aantal tests dat uitgevoerd wordt? Want iedereen gaat op reis. En dus, natuurlijk, het aantal tests stijgt en de kans dat het aantal positieve tests stijgt is groot. Men had die fout trouwens ook in 2020 gemaakt. Men maakte gewacht van een zomergolf, maar de viroloog, rector van de Universiteit van Luik, de ex-rector, had de data opgevraagd en kunnen tonen dat het een effect was van het hogere aantal tests dat afgenomen werd. Dat het aantal besmettingen daardoor tot 70 keer te hoog werd ingeschat. Dus en ik legde diezelfde vraag voor nu aan die biostatisticus en aan de collega's ook die aanwezig waren. Ik zei van, ja, maar ja, heb je gecontroleerd voor het aantal tests dat afgenomen wordt? En die man zei, ja, nee, zei hij. Maar ja, zei hij, niemand doet dat. Ik zei, maar ja, niemand doet dat. Maar het is niet omdat iedereen het verkeerd doet dat jij het niet juist moet doen. Ja, maar ja, ja. Ja, maar ja, in geen enkel model werd dat gedaan. En die modellen correleren toch hoog. De correlatie tussen het aantal besmettingen op die manier is toch hoog met het aantal ziekenhuisopnames. Ik probeerde die man te tonen dat allemaal geen rol speelt. Dat je moet zo juist mogelijk die berekeningen maken, dat je moet controleren. Dat is mij gewoon niet gelukt. Het is zo eenvoudig dat Ja, inderdaad. Ja. Dus die blindheid die speelt,
is in veel gevallen werkelijk, als je bij die mensen aanwezig bent, zoals ik zei, van zodra je eigenlijk, voor veel mensen zijn op basis daarvan overtuigd dat er bij die biostatistici en zo bewust bedrog moet in het spel zijn. En volgens mij, als je die mensen echt leert kennen, en ik zou meerdere voorbeelden kunnen geven, zie je van dat is niet waar. Op een of andere manier zijn ze niet in staat om een bepaalde fout te zien, omdat ze te sterk ingaat tegen wat zij op dat moment subjectief als waarheid beschouwen. Ja, ieder op zich zit dus in die massavorming. Dus ja. Ook degene die de statieken of degene die het land moet leiden. Of, ja. En degene die aan de andere kant zitten, die worden toch eigenlijk niet gehoord. Dus je moet bijna wel in die groep zitten. Bedoel je het zo? Ja, dus tuurlijk, die zijn absoluut. Onderdeel van dat is het, hè. Die massavorming. Ja, inderdaad. Ik ga nog één voorbeeld geven. Ja. Leg het ons goed uit. Ja, dus bijvoorbeeld ook, op dezelfde manier ontstaat de bijna onvermijdbare indruk dat iedereen, dat er bij de media ook zeer sterk, bewust en intentioneel slechts één berichtgeving gebracht wordt en dat dat ook deel uitmaakt van een soort beleid, algemeen plan. Hè. Ik vond het ook zeer opmerkelijk dat ik deze week... Dus deze week heb ik twee oud-journalisten ontmoet, toevallig, los van elkaar. En we spraken over de toestand en ook over de vraag in welke mate dat er nu van een complot kan sprake zijn. En we waren allemaal, die twee mensen, net als ik, stonden zeer kritisch in deze situatie, maar iets wat op dezelfde manier. En zij zegden nu ook direct, maar er is niets van waar in de media. Wij kennen dat medialandschap door en door, wij weten hoe het werkt. Dat is gewoon een effect van alle soorten impliciete regels en mechanismen dat er inderdaad overwegend het dominante verhaal gebracht wordt. Bijvoorbeeld, journalisten en kranten weten dat als ze nu te veel ingaan tegen wat politici zeggen, dat ze in dat geval dat de kans verkleint dat ze primeurs krijgen. Maar daar moet helemaal geen bewuste beïnvloeding zijn. Dat is een samenloop van enorm veel impliciete en expliciete regels die zorgt inderdaad dat verhaal in de media ook hoofdzakelijk aan gaat leunen bij het dominante verhaal. En dat is dus, je zou eindeloos veel voorbeelden kunnen geven van als je eigenlijk dichterbij gaat kijken en de mensen leert kennen die betrokken zijn in de constructie van het verhaal, dan zit daar niet een soort leider achter van je moet dit zeggen. Er is geen, of je moet dit nu. Of dat die centrale sturing, die wordt zwaar overschat op zijn minst. En meestal zie je dat die mensen eruit gegrepen zijn in een proces dat zorgt dat ze allemaal dezelfde fouten maken, allemaal in dezelfde richting gaan. En waardoor het precies gaat lijken alsof ze allemaal dezelfde opdrachten krijgen. Je zou het wat kunnen vergelijken, denk ik, met 1000 computers die allemaal op hetzelfde programma draaien. En die waarin altijd dezelfde fouten geprogrammeerd zitten. Wel, die gaan allemaal dezelfde verkeerde besluiten trekken en in dezelfde verkeerde richting. Wat de boel nog vergroot. Inderdaad. En je zou kunnen denken dat die computers met elkaar moeten geconnecteerd zijn, maar dat is niet waar. Ze draaien gewoon allemaal op hetzelfde verkeerde programma. En zo zou je kunnen zeggen, is het ook in een maatschappij. Op een bepaald moment wordt de maatschappij bevangen door een narratief. En dat narratief zorgt dat alle acties in de maatschappij in dezelfde richting gaan afwijken. En ik denk dat dat een factor is. Dat is niet de enige verklaring. Er kan gerust sprake zijn van bepaalde intentionele sturing en planmatige sturing. Maar hij zal veel kleiner zijn dan we geleid zijn om te denken. En dat komt precies omdat we dat gegeven, die werkzaamheid van een narratief, als iets dat elk individu op elk lokaal punt in de maatschappij allemaal in dezelfde richting stuurt, over het hoofd zien. Dat zien we gemakkelijk over het hoofd. Is het toch... want je hebt nu een soort nog extra macht, en dat is technologie. Hmm. Ja, dus eerst had je nog de boekdrukkunst en de krant, zeg maar. Die dus bevangen wordt door dat ene verhaal. Maar nu heb je nog een soort alternatief kanaal, waaronder wij ook deel van uitmaken. Je hebt via YouTube, via social media. Is daardoor dat complotdenken extra aangejaagd wordt? Of wordt daar de massavorming meer aangejaagd? Of complotdenkers, of ik kan dat zelf ook wel denken, misschien zit tech erachter en snapt dit mechanisme van mensen heel goed en draait aan de knoppen, waardoor het zeg maar dit psychologisch spel heel duidelijk nog eens extra één kant opgeduwd wordt. Kijk, mij zijn er ook al een aantal uitzendingen weggehaald. Op het moment als het over vaccin gaat, dan haalt YouTube het weg. Daar mag niet aan geraakt worden. Dus
dan krijg je toch ook wel een beetje dat idee van, ja, dat wordt dus wel gestuurd. Ja, ja, inderdaad. En nog eens, hè, je kan ook niet uitsluiten dat er op bepaalde punten gestuurd wordt. Hè. Dat is zelfs zeer, er is altijd sturing in de maatschappij, die is er altijd geweest. Er zijn altijd instituten die macht proberen te grijpen. Instituten die vertrekken vanuit een bepaalde toekomstvisie, die toekomstvisie proberen door te drukken, die daarin niet altijd ethisch te werk gaan. Hè. Dat is zeker. Hè. Dus we moeten daar niet naïef in zijn. Als je het boek van Chomsky leest, Manufacturing Consent bijvoorbeeld, Chomsky beschrijft dat zeer mooi. Hoe instituten op alle mogelijke manieren via de media en zo sturen. En inderdaad, die mogelijkheden zijn enorm toegenomen. Doordat er massamedia zijn, kan de groep die de media in handen heeft ook veel meer sturen. Dat is een feit. Hè. Dus je kan trouwens geen langdurige fenomenen van massavorming krijgen zonder massamedia. Hè. Dat is ook een belangrijk gegeven. Dus vroeger bestond er ook massavorming, maar ze duurde gewoonlijk veel minder lang. En dat was onder andere omdat er geen mogelijkheid was om hetzelfde verhaal altijd maar opnieuw te herhalen via een kanaal dat iedereen bereikte. Dus, ja, propaganda. Daarom de totalitaire systemen berusten inderdaad. Beseffen intuïtief vaak het enorme belang van propaganda. Beseffen dat de stem van de leider elke dag moet klinken voor minimum zoveel minuten om het fenomeen van massavorming in stand te houden. Dat klopt. Dus die sturing is er natuurlijk. Hè. Dat is zeer jammer dat in onze tijden we nauwelijks nog mogen aandacht vragen voor die sturing die er bestaat en voor die machtsuitoefening op risico van onmiddellijk als complotdenker bestempeld te worden, want die sturing is er altijd geweest en die is er ook nu. En er hebben trouwens ook regelrechte complotten bestaan in de geschiedenis. Hè. Dus dat kan er tientallen voorbeelden van geven. Maar nog, dat neemt niet weg dat we geneigd zijn om dat het aandeel van het bewust intentionele planmatige sturing te overschatten. En daarover gaat het. Er zit iets in de mens dat sterk de neiging heeft om het aandeel van bewuste intenties te overschatten. En dat is trouwens ook op individueel vlak zo. Mensen hebben altijd de neiging om te snel te veronderstellen dat iemand iets bewust doet. En ze onderschatten altijd de aandeel van de onbewuste component in gedrag. Dat is toch ook wel in het bedrijfsleven zo? Ah, ja, ja. Dat herken ik wel. Ja. Ja, dus dat wordt altijd inderdaad gedacht dat die andere bestuurder of de concurrent daar heel planmatig mee bezig is. Terwijl het inderdaad natuurlijk toch ook vaak maar een soort emotionele eruptie is. Ja, inderdaad. Mag ik een voorbeeld geven uit de complexe en dynamische systeemtheorie, Marlies? Een voorbeeld dat volgens mij toont op welke manier bepaalde acties allemaal in dezelfde richting kunnen afwijken. Niet onder invloed van onderlinge communicatie of planmatige sturing, maar onder invloed van een bepaalde structuur die je op elk individueel punt ingrijpt. Ik ga een voorbeeldje tonen. Ik moet daarvoor even mijn laptop openen. Kijk. Stel je de volgende oefening voor. Je neemt een blad papier, een groot blad papier, en je zet drie punten op dat blad, ver uit elkaar. Maakt niet uit waar. Maakt niet uit waar, maar zet ze ver uit elkaar. Twee onderaan, één bovenaan. Hè. En, ja, inderdaad. En dan zet je willekeurig waar een vierde punt. Ja, willekeurig waar. Vervolgens neem je een lat. En je meet de afstand tussen dat vierde punt en willekeurig één van de drie andere punten. Dus je kan één van die drie andere punten laten aanduiden door een dobbelsteen. Dus puur toevallig. Je meet de afstand tussen dat vierde punt en dat willekeurig aangeduide punt dat deel uitmaakt van die drie eerste punten. En je zet in het midden van die afstand een nieuw punt. Vervolgens doe je hetzelfde opnieuw, vertrekkende vanuit dat nieuwe punt. Vanuit dat vijfde punt neem je weer de afstand naar willekeurig één van de drie andere punten en zet in het midden weer een punt. Je herhaalt dat proces honderden keren, duizenden keren. En je doet het zo precies mogelijk. Wat zal je zien? Langzaam gaat dit figuur oprijzen op je blad. Natuurlijk, de driehoekpunten moeten dan hier gezet worden. Dit figuur gaat oprijzen. Dit noemt men een Sierpinski-driehoek. Ja. In wiskundige termen is dat een driehoek met een ingeschreven driehoek. En dat figuur wordt tot in het oneindige in elk detail herhaald. Maar dat ziet er heel georganiseerd uit. Onwaarschijnlijk. Dus zet daar een microscoop op, vergroot dat uit en je gaat steeds weer diezelfde figuur zien opduiken. Dus op het eerste zegt, en we gaan nog een variant op die oefening bedenken. Stel je voor dat je die oefening doet met 1000 mensen, die dus elk ombeurt willekeurig een punt gaan zetten, volgens diezelfde principes. En dus je hebt een groep mensen die eigenlijk allemaal
een aantal heel eenvoudige principes volgt, waardoor elk van hun acties, telkens ze een punt zetten, afwijkt in de richting van één van die drie eerst gezette punten. Dus die een soort attractoren zijn waar elke actie naar afwijkt. Wel, ook dan zal je zien natuurlijk die figuur, die ontzettend georganiseerde figuur, gaat oprijzen. Als je als naïeve toeschouwer van buitenaf zou toekijken, zou je de bijna onvermijdbare overtuiging krijgen dat één, die mensen dat figuur op voorhand, dat complexe figuur op voorhand, enorm goed moeten kennen. Dat ze dat figuur moeten kennen, of anders zouden ze het niet kunnen creëren. En twee, dat ze ook enorm gecoördineerd te werk moeten gaan. Dat ze planmatig aangestuurd moeten te werk gaan om samen zoiets te kunnen realiseren. In werkelijkheid is er geen enkel plan, geen enkele coördinatie nodig. Het volstaat perfect dat ze onafhankelijk van elkaar een aantal enorm eenvoudige principes volgen. Dus laat ons zeggen, een enorm eenvoudig narratief volgen in elk van de acties die ze ondernemen. En dat volstaat om hen allemaal samen, globaal, een enorm strikt georganiseerd patroon te laten creëren. Voor mij is dat perfect vergelijkbaar met wat er in de maatschappij gebeurt in zo'n situatie. Iedereen wordt aangedreven door eenzelfde narratief, volgt een aantal heel eenvoudige principes, wijkt af in de richting van een aantal attractoren, punten, en daardoor lijkt het alsof iedereen samen planmatig iets realiseert. De artsen, de academici, de politici, de grote instituten, enzovoort, enzovoort. Dat is voor mij, als ik kijk naar de manier waarop de experten te werk gaan, heb ik zeer vaak dat gevoel. Eigenlijk zijn ze... Ik heb vaak gezegd, ik heb het daarnet nog aan Maurice de Hond ook gezegd. Ja. Hij zegt van, mochten al die mensen die we vaak op tv zien, maar ook de artsen, academici, mochten die allemaal in een complot zitten, dan zouden het de meest stuntelige comploteurs zijn die we ooit gezien hebben. Want ze maken fouten, ze spreken zichzelf tegen, ze struikelen bij wijze van spreken over hun eigen voeten. Als je naar het verhaal kijkt, is het een aaneenreiging van interne inconsistenties, van fouten, van tegenspraken die experten onderling maken. Voor mij toont verraadt dat niet de structuur van iets dat planmatig uitgevoerd wordt. Dat verraadt de structuur van een ganse groep die in de greep is van hetzelfde soort denken, dezelfde ideologie, hetzelfde narratief, die daardoor uiteindelijk altijd in dezelfde richting evolueert, maar die dat totaal onbewust en blind doet. Dat heeft voor mij, dat is het beeld dat voor mij het meest greep heeft. Neemt niet weg, ik besef, er zijn veel variaties mogelijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, wie bepaalt er die principes? Wie zet er die punten uit op het blad papier? Misschien is het een heel kleine groep, een heel kleine elite die stuurt. Hè? Hebben we in de oorlog ook gezien, Tweede Wereldoorlog? Ja, in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust bijvoorbeeld, zag je inderdaad een vijftal mensen die inderdaad, er was sprake van een soort complot. Hè? Er waren vier hoge officieren, dacht ik, en Hitler, die op voorhand de Holocaust gepland hadden. En dan een heel aantal mensen die daar zeer lang blind voor bleven en blind in meegegaan zijn. En waarbij je zag inderdaad een klein complot en een zeer groot massafenomeen rond. Dat het over een massafenomeen ging bij de meeste mensen, bij de officieren, dat was duidelijk. Als die mensen gestationeerd werden, bijvoorbeeld, ik vond dat altijd zeer interessant, de hoge nazi-officieren die gestationeerd werden in Denemarken of in Bulgarije, dat waren twee landen die om een of andere reden niet vatbaar waren voor die massavorming. In Denemarken, toen de nazi-officieren die daar gestationeerd werden aan de koning gingen zeggen dat de Joden vanaf dan een hele ster moesten dragen, zei de koning, dan ga ik er direct ook in dragen, zei hij. Vervolgens gaat gans mijn regering er ook in dragen en dan alle Denen, zei hij. Daar had hij nooit een Jood alleen een hele stijl dragen. Dat is er ook niet doorgekomen. Hè. Ze waren daar niet voor vatbaar. En in Bulgarije hetzelfde. Zeer vreemd, want Bulgarije was nogthans een echt antisemitisch land. Ja. Enfin, ja, er was veel antisemitisme. Ik moet opletten dat ik hier niet stereotyperend werk tekeer ga. Maar er was een redelijk hoge graad van antisemitisme. Maar voor dat nazi-verhaal waren ze op een of andere manier niet vatbaar. En wat zag je? De officieren die gestationeerd werden in Denemarken en in Bulgarije, die werden wakker. En op de kortste keren zeiden men, ja, wat denkt Hitler eigenlijk van Hans Volk uitruien? En ze werden echt onbetrouwbaar voor het naziregime. En dus onder andere Eichmann is verschillende keren ter plaatse gaan kijken om die officieren terug tot de orde te roepen, maar dat lukte niet. Hè. Ondervond het ook, hij zei van ja, ze verliezen hun
hun fanatisme om mee te gaan in deze zaak, of ze verliezen hun, die gedrevenheid die we nodig hebben om mee te gaan in de zaken. Dus daaraan zag je ook dat het het fenomeen een kwestie was van massavorming voor de meeste mensen. Een beetje een moeilijk sprongetje, maar toch moeten we dan nu bijvoorbeeld Zweden ook een beetje zo zien, hè? Want die gaat... Dat zou kunnen, ja. Ik heb dat niet uitdrukkelijk bestudeerd vanuit psychologisch oogpunt, maar inderdaad, je ziet ook, dat zou kunnen, ja. Ja. Ik denk in dat opzicht, dus, mensen hebben mij tijdens de coronacrisis zeer vaak zaken opgestuurd, doordat ik gekend stel als iemand die kritisch staat in deze crisis. Waren er veel mensen die mij zaken opstuurden, zoals het lockstepplan van de Rockefellers, Event 201 van wie was het, de Bill & Melinda Gates Foundation, dacht ik. En dan, wat heb je er nog, The Great Reset van Klaus Schwab. Die daarin een absoluut bewijs zagen dat de pandemie gepland was. Nu, mijn voorzichtige inschatting is dat je in de eerste plaats te maken hebt met een aantal instituten die een toekomstvisie hebben en die een soort ideaalbeeld hebben van hoe de toekomstige maatschappij er zou moeten uitzien. Dus dat is ik denk dat die zaken, lockstep enzovoort enzovoorts, die functie in de eerste plaats hebben. Dus dat ze eigenlijk een groep, elk individu zelfs, heeft altijd een visie op de toekomst, heeft altijd een ideaalbeeld van hoe hij of zij de maatschappij zou willen zien evolueren. En in dat opzicht is het helemaal niet vreemd dat die grote instituten, die inderdaad een zeer centrale rol spelen, dat die ook een toekomst, een ideaalbeeld hebben van de toekomst. Dus dat tot daaraan toe, ik vind dat niet voldoende om over een complot te spreken. En misschien vrij mechanistisch ook. En dat de basisideologie van al die instituten, dat is de mechanistische ideologie. Ja. Dat is duidelijk. Dat is eigenlijk het transhumanisme, is de meest recente versie daarvan. Dat is ook de gedachtenstroom waar we al in zaten. We zaten daar al lang in dat mechanistische denken. Dat is eigenlijk... is enorm in intensiteit toegenomen of is enorm aan centraliteit in onze maatschappij toegenomen. Sedert de verlichting, dan met de wetenschap is dat mechanistische denken beginnen opkomen. Er is een ware overtuiging geworden, een ware ideologie geworden. Het universum is een machine, de mens is een kleine machine die in die grotere machine past. En iedereen hing daarin mee, we mogen dat niet vergeten. De bevolking in de eerste plaats, dat bracht gemak. Dat vanaf de 16e eeuw is dat... Ik denk het wel, ja. Ik zou zeggen vanaf de 16e, 17e eeuw, ja. Newton inderdaad was een zeer belangrijk figuur daarin. We moeten zeker een onderscheid maken. De grote wetenschappers die de basis gelegd hebben, hadden geen grote ideologische overtuiging, hoor. Dat waren mensen die net uitblonken doordat ze hun durfden twijfelen. Doordat ze vooroordelen durfden langs de kant zetten. In die tijd religieuze vooroordelen. En op een nieuwe manier naar de wereld kijken. Het is pas later dat wetenschap echt een overtuiging en een ideologie is geworden. En dat het mechanistische denken, dat uiteindelijk tot net het omgekeerde aanleiding gaf dan de moed om niet te weten en om te twijfelen. Dat men op voorhand al zei, dat de bevolking op voorhand, of dat er een soort overtuiging ontstond, dat het universum en de mens een machine zijn, dat dat niet meer moet bewezen worden, dat dat een soort a priori stelling werd. Dus, en waarom werd die aangenomen? Waarom had die zoveel succes, die ideologie? Ik denk eigenlijk vooral omdat ze beloofde gemak. Ze beloofde dat op termijn ziekte en lijden zouden kunnen uitgeschakeld worden. Zelfs de dood zou kunnen overwonnen worden door de mechanistische geneeskunde. En ik vind het zelf ook weer zo mooi dat Silicon Valley recent iets gelijk weer met die belofte ook aan de haal is gegaan. Hè? Van wij gaan zorgen dat de mens 500 jaar oud kan worden. Duizend jaar oud kan worden. Technologie, wij gaan dat de natuur brengen. Ja. Wij gaan dat. De belofte is, wij gaan het levenslikster vinden. Een artificieel paradijs brengen. Ja, inderdaad. En vooral ook, dus binnen dat denken is het zo dat de mens zichzelf als ethisch en moreel wezen niet meer in vraag moet stellen. Zeer belangrijk. Hè. Je gaat van je ziekte en je kwalen verlost worden zonder dat je jezelf als mens in vraag moet stellen. Men gelooft dat puur door het repareren van de machine of door het bijsturen, optimaliseren van de machine, inderdaad alles ons in handen gaat vallen zonder dat we zelf die moeilijke omweg moeten maken langs een werkelijke bevraging van wie we zijn als mensen. Ik denk inderdaad, die ideologie maakt ophang en iedereen hing daarin mee. De bevolking hing daar zeer enthousiast in mee. En net daarom zijn de grote machtige heeft die ideologie die grote instituten gecreëerd, zoals we die nu kennen, het WHO, het WEF enzovoort, enzovoort. Die dan inderdaad,
die toekomstvisie ontwikkelen. Dat transhumanistische paradijs dat op de mens ligt te wachten volgens hen. En die ze moeten realiseren. En dat klopt. En bij die pogingen om die toekomstvisie te realiseren gaan ze zeker niet altijd zeer ethisch te werken. Opnieuw, lees Chomsky bijvoorbeeld. Iemand waar ik op veel punten het niet echt mee eens ben hoor. Maar zijn boek Manufacturing Consent is wel zeer interessant aan het opzetten. Maar het toont via welke wegen manipulatie, omkoping enzovoort enzovoorts, alle soorten instituten inderdaad hun ideaalbeeld proberen op te leggen aan de wereld. Dus volgens mij gaat het lockstep enzovoort enzovoorts, die plannen die ik genoemd heb daarnet, zijn dat vooral toekomstvisies die inderdaad soms op een zeer onethische manier doorgedrukt worden en waarbij je inderdaad kan zeggen, onder bepaalde omstandigheden, als het overschrijden van de ethische grenzen ver genoeg gaat, wordt het moeilijk om nog het onderscheid te maken met een complot inderdaad. Het neigt in die richting. Volgens mij zijn er nog altijd twee zaken die ontbreken om daarvan een complot te spreken. En dat is, die plannen zijn geenszins geheim. Dat kan je ook zeggen, dat is door de moderne technieken weer. Je kan dat ook weer, maar ze worden, er wordt geen moeite gedaan om ze te verbergen. Ze worden zelfs uitgedragen. Inderdaad. Ja. Dus inderdaad. En nog iets, ik denk niet dat de mensen die inderdaad vanuit die instituten dat soort toekomstmaatschappij graag zouden gerealiseerd zien, dat die zichzelf als kwaadwillig zien. En dat is ook een kenmerk van een complot. Ik denk veel eerder het omgekeerde. Die mensen geloven dat ze de wereld gaan redden. Ik denk dat dat het kenmerk is. Ik denk, mijn voorzichtige inschatting, en ik moet opletten naar wat ik zeg, want eigenlijk is het onethisch om grote uitspraken te doen op psychologisch vlak als je de mensen niet kent, maar ze getuigen meer van een tikje megalomanie dan van psychopathie eigenlijk. Van grandioze ideeën dat men de wereld gaat redden. En wat daar vaak mee samengaat, is het gevoel dat het gerechtvaardigd is om veel collateral damage te veroorzaken, omdat uiteindelijk het paradijs loopt. Dus we zitten in, dat is een complexe psychologisch proces waarvan alles een rol in speelt. En ik denk dat we die complexiteit moeten durven zien. En ik denk dat zowel de massa als het fanatiek complotdenken daar een stuk in falen. Dat beide ten prooi vallen aan een soort veel te sterk focussen van de aandacht op één iets. Al het kwaad in één punt situeren, lokaliseren en in een soort naïef geloof vervallen dat als die ene groep uitgeschakeld is, de antivaxxers voor de massa, de elite voor de fanatieke complotdenkers, dat dan de problemen zullen opgelost zijn. Nee. Wat is dan het alternatief? Ah, dat is een goede vraag. Ik denk het alternatief is dat we als mensen, volgens mij, ik kan dat niet precies aanduiden, maar ik kan een richting aanwijzen waar we veel meer mogen van verwachten. Volgens mij is de beste weg, die zeer moeilijke weg, die de situatie probeert te begrijpen, die probeert in te voelen en die vermijdt van in het krachtveld van een van die twee grote magneten, massadenken en fanatiek complotdenken, verzeild te raken. En die daartussen echt de moeite doet om de complexiteit van de zaak te zien, die ook op zoek gaat. Ik denk dat deze crisis, volgens mij, toont ons zeer duidelijk dat ons fundamentele mens- en wereldbeeld, dat mechanistische mens- en wereldbeeld, onhoudbaar is. Want het is dat mens- en wereldbeeld dat leidt tot veel angst. Hannah Arendt stipt dat aan. Ik beschrijf dat in de eerste 5 hoofdstukken van mijn boek zeer uitgebreid. Het is dat mechanistische mens- en wereldbeeld en de mechanisering, de industrialisering van de wereld, die gezorgd heeft voor de verzwakking van de sociale band, je kan dat zeer goed aantonen, die gezorgd heeft voor een gebrek aan zinverlening, die gezorgd heeft voor veel vrijvlottende angst, die gezorgd heeft voor die enorme vrijvlottende frustratie en agressie. Maar hoe krijgen we die doos van Pandora dan ooit weer dicht? We gaan moeten evolueren in ons denken. We gaan op een of andere manier, en ik geloof dat dat mogelijk is hoor, we moeten tot een besef komen, en de wetenschap heeft ons dat eigenlijk getoond. De grote wetenschappers van de 20e eeuw hebben ons allemaal getoond dat dat mechanistische denken niet klopt. Dat je de mens niet kan zien als een machine. Natuurlijk heeft hij machinale aspecten. Zijn geraamte en de pezen die eraan bevestigd zijn, enzovoort enzovoort. Maar welke wetenschappers hebben ons dat getoond? Aan wie denk jij nu? Niels Bohr onder andere heeft zeer duidelijk gezegd, veel hoor, er zijn er zeer veel. Niels Bohr heeft zeer duidelijk gezegd bijvoorbeeld dat de illusie van het mechanistische denken, dat gans de wereld rationeel zou kunnen begrepen worden, totaal onhoudbaar is. Hij zegt, hoe beter en hoe dichter je bijvoorbeeld atomen bestudeert, hoe meer je ziet dat je daar enkel met poëzie kan over spreken, zei je. Niet met logica.
Einstein, Heisenberg. Je komt dan toch weer een beetje waar we al eerder op uitkwamen, kwantummechanica, toch? Ja, nee, niet alleen de wiskunde. In de wiskunde, mensen als René Thom hebben allemaal zeer expliciet, ik zou de citaten kunnen tonen, die hebben zeer expliciet die zaken gezegd. Complex en dynamische systeemtheorie, denk ik bijvoorbeeld aan Edward Lorenz en zo, die ons eigenlijk allemaal dezelfde boodschap brachten. Het is een illusie om te denken dat je de essentie van de wereld en de dingen in mechanistische termen kan begrijpen. Dus die weg moeten we proberen af te leggen. Iedereen gaat dat op zijn manier doen, maar naar een besef dat dat idee dat de mens van ziekte, lijden, tegenspoed kan verlost raken door de wereld rationeel te begrijpen, te controleren, te manipuleren, te sturen door een artificiële wereld te creëren, dat we door een artificiële wereld te creëren in een soort paradijs zouden terechtkomen, dat is een illusie. Dat is totaal onverenigbaar met wat de wetenschap ons getoond heeft. En nog eens, dat betekent niet dat er geen mechanistisch aspect in de werkelijkheid aanwezig is. Maar dat we de balans daarin niet helemaal scheef absoluut, trekt. Absoluut, ja. En dus, René Thom bijvoorbeeld, een grote Franse wiskundige uit de 20e eeuw, zei iets prachtigs. Hij zei, veel mensen denken, zij, dat wetenschappelijke ontdekkingen tot stand komen door mensen die zeer goed logisch en rationeel kunnen nadenken. Maar het is niet waar, zei hij. Grote wetenschappelijke ontdekkingen komen tot stand door mensen die een buitengewoon vermogen hebben om zich in te leven in het object dat ze bestuderen. Galileo Galilei, die als eerste, moet je dat proberen voor te stellen, dus Galileo Galilei ontdekte dat de slingerbewegingen altijd even lang duren. Dus als een slinger weg en weer gaat en hij maakt een korte beweging of een lange, dan duurt de beweging eigenlijk exact even lang. Dus die beweging duurt even lang. Slingers bestaan al duizenden jaren. En Galileo Galilei was de eerste die plots naar die slinger keek en die zei, ze duurt altijd even lang, die beweging. En dat is typisch. Dat kwam niet doordat hij een buitengewoon logisch vermogen tot nadenken had. Want logisch is het niet zo moeilijk. Maar het kwam omdat hij op een of andere manier voelde hoe de slinger bewoog in zijn lichaam. En zei, het duurt altijd even lang. Dat is nog trouwens een zeer mooi vervolg aan dat verhaal. Ik hang aan je lippen. De bewegingen duurden niet altijd exact even lang. Er waren kleine verschillen. Iedere slinger maakte een uniek patroon, non-lineair patroon van afwijkingen ten aanzien van die wetmatigheid die Galileo Galilei ontdekte. Dus ook daar zag je weer een patroon in absoluut, de afwijking. In de afwijking, maar ze totaal onvoorspelbaar, dat patroon. Ja. Maar het is een patroon. Ja, maar de natuur die staat, die doet ons iedere keer weer versteld staan, denk ik. Inderdaad, en het is daarin, denk ik, dat besef dat er een soort, dat de echte, dat een voldoeninggevende manier van kennen niet zozeer ligt in het altijd maar verder geloven in rationele begrip en controle, maar wel in een soort inlevenvermogen in de dingen. Een soort resonantie met de dingen. Dat geldt ook voor gesprekken met mensen. We begrijpen mensen het best als we hun woorden kunnen laten resoneren in ons. Niet als we ze logisch, rationeel kunnen plaatsen. Dat kunnen we trouwens zelf, maar zelden. Het is die resonantie die van belang is. En die overgang van een maatschappij en cultuur die beseft dat de essentie van de dingen in de connectie en in de resonantie ligt, veel eerder dan in rationeel, totaal rationeel begrip en controle, dat is de werkelijke revolutie waar we voor staan. Maar eerst gaat men nog eens proberen, denk ik, om dat oude geloof van dat radicale mechanisering, industrialisering, vertechnologisering van de wereld, een internet of bodies enzovoort enzovoort, eerst gaat men het oude paradigma tot de limiet drijven, voor het zichzelf vernietigt en ruimte komt voor een werkelijk, een vorm van kennen die werkelijk tot menselijkheid leidt en tot een samenleving die voor iedereen de mogelijkheden biedt om zich als mens te realiseren. Nou, dank je, Matthias. Dit geeft veel stof tot nadenken. Het is een complex verhaal. Ja. Het is niet makkelijk, maar ik denk wel dat het dat je ons weer een spiegel voorhoudt. Nee, bedankt, Marlies, ook om je nog eens uit te nodigen. Ja. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!